Ligt het nou aan mij of is het een beetje te druk met zoveel pionies in deze ruimte? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de Thousandje Door. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering en het is eindelijk een keertje dat ik deze intro zonder fout heb gedaan. In de vorige aflevering hebben wij heel veel punies tevoorschijn getoverd. Hebben we verschillende puzzels opgelost. En zijn we dus in het diepste kamer terechtgekomen van de Great Deku Tree. Dus ja, laten we maar eens verder gaan. Hoi. Let me see. That thing gotta be around here somewhere. Brr. What's that? Whoa, sounds like a mob. Better clear out. Oké. Nou, we willen hier heel eventjes alles ruiken. Eens even. Waarom dat we die scène trouwens zagen? Ik heb geen idee. Dus, ja. Zoals je ziet, we hebben hier weer zo'n kamer waarin dat we dus alle punies bij ons moeten hebben. Dit is waarom dat de elders zijn dat we alle punies nodig zouden hebben om dus verder te kunnen komen in de boom. Want op het moment dat we dat doen, tellen gaat op nul. Ik zou niet weten waarom dat het per se punies moeten zijn, maar goed. Het is een Crystal Star! Yay! Mario, look! Dit is de Crystal Star. En ja, die zagen we niet aankomen of zo. What did he just? Hey, what's going on here? Man, am I lucky or what? Or am I just good? Oh, you saw you need a Crystal Star, Lord Chump? Boom, falls right into my lap. Still, this is humiliating. You shouldn't have been able to escape that cell. So, for insulting my awesome trap, I'm gonna repay you with a little present. Know what it is? Oh, just a little something I like to call a remote time bomb detonator. I'm gonna use this to bury you in this squirmy punies in rubble. Sounds fun? Well, enjoy your final minutes inside the dark hole 3. And with that, pow, I'm gone. We krijgen 6 minuten hier de tijd voor. En ja, hij gaat er dus in één keer van tussen. Did he just say, Eek, hurry, we have to get the heck out of here. Laten we de punies maar niet achterlaten. Komt die timer op nul, instant game over. Er is geen recovery, dus je wil snel doorlopen. Je zult tegengehouden worden door dit soort vijanden. De timer zal door blijven lopen. Heel erg vervelend natuurlijk als dit gebeurt. Maar ja, we hebben genoeg FP, we hebben de Quake Hammer, we kunnen met groepen kunnen wij heel makkelijk die vijanden neerhalen. Dus gewoon snel doorgaan, want die timer blijft doortikken, er is geen pauze. Oftewel, gewoon alles neer blijven halen en alles. Starlish kost wel extra seconden, maar lekker belangrijk. Het is eigenlijk best wel grappig hoe dat je 300 seconden krijgt, omdat de meeste levels in de klassieke Mario games en de 2D Mario games, dat je 6 minuten had om zo'n level te voltooien. In ieder geval, je wilt dus teruglopen. En dan komen we hier bij deze warp. Nou weet ik niet zeker of we die warp-pipe moesten hebben, want ja, we moesten die warp-pipe hebben. Oké. Op zich, je hebt meer dan genoeg tijd. En nee, je hebt niet de punies nodig. Dus op het moment dat je punies kwijtraakt, lekker belangrijk. We don't care. Terug naar boven toe. Nou heb ik één keertje hier de fout gemaakt door eigenlijk helemaal de andere kant op te gaan lopen naar de andere plek waar dat de, ja, de, waar dat je de Ultra Boots had te pakken gekregen. Dat is niet handig. Je wil namelijk wel een beetje doorlopen, want ja, die timer die stopt niet. Dus we zetten nou al 100 seconden zijn we al kwijt, dus ja. Kun je dachten dat ik behoorlijk een beetje paniekerig zat te zijn op het moment dat ik de verkeerde kant op was gegaan. Dus je wil wel een beetje weten welke kant dat je op moet gaan. Net zoals hier. De punies, zoek het me lekker uit. Laten we even doorlopen. Oké, we hebben nog zeker 3 minuten. Dus, zit er goed. You won't be getting any further this way. What? Are you nuts? Move with you old geezer.
What? Did you just call me an old geezer? Where did you get that? Where did you get off talking like that? You get no respect, Brad. Don't you think my age has a thing to do with my might? Vince Capitale, Glorious but kleiner. Even if it kills me, I won't let you through. I'm ready. Elder power activate. Whoa, what's your problem, Grandma? You got an air hair tickling your brain or what? Oh, what the? Ouch. Can't take another step. Oh. What a time for my stupid back to start acting up. You hot-headed old coot! You dare to defy me? I could shine my boots with you! Excuse us! Hi! We aren't gonna let you leave, you big bully! You hand over the crystal star and get out of this tree! Yeah, get out! You guys are nuts, you know that? Oh well, I guess I'd better shut off this timer. Ja, ik vind het wel grappig hoe dat deze cutscene... Ik had het door dat die timer gewoon door blijft lopen, maar... Maakt niet uit. Okay, you pest. One pummeling coming up with extra fist. Metal fist, that is. Oh nee, het is een orb van Mario Party 5. Awake, Magnus from Grapple. Time for a technology thrashing. Enjoy. Dat is een groot ding. Dan ga ik jullie iets leuks laten zien. Dit ding is een laughing, joking, grappig iets. Are you crying yet? Yeah, sorry. But this thing isn't armed with tissues. Well, Magnus from Grapple has that effect on people. Totally. Total weeping terror. And you ain't seen nothing yet. Check out the power on this bad boy. Yikes. That thing is strong. But I can shake the feeling that there's something just not right about him. Be alert, okay? We can't let ourselves get careless. En natuurlijk kunnen we hier niet wegrennen. Goed, laten we eerst heel even beginnen met Goombella eventjes te roepen, want het is tijd voor een tattling. En aangezien dat onze star power niet vol zit, laten we er eventjes een status van maken. Dit is Magnus from Grapple. Het is een grote robot gemaakt door de X-Nauts. En Lord Crump zit er lekker in. Heeft 30 HP, aanval is 2 en defense is 1. Zijn meest sterke aanval is als hij, hij houdt nogal van zijn stompjes te gebruiken. Hij kan ook zijn vuisten schieten en ja, dat zullen dan ook nog eens een keertje kleine dingen zijn die als aparte vijanden werken. En 2 HP hebben en 4 aanval, dus daar moet je zeker wel vooruit kijken. Dus voor die vuisten, daar wil je vooruit kijken. Dus in ieder geval, het is een robot en we kunnen niet zeggen of hij er nou heel cool uitziet of heel erg dom. Here it comes, suckers! Magnus from Punish! En ja, de timing daarop is best wel lastig om die te vinden. Goed. Ik wil dit niet doen met Goombella. We willen hier zeker Koops voor hebben. Swap partner, we gaan naar Koops. En Koops die wil ons een item geven. Namelijk de Power Punch. Daardoor gaat onze attack power met 2 omhoog. Als ik me niet vergis, gaat hij ons nu weer aanvallen. Maar volgens mij gaat hij nou zijn vuisten gebruiken. Dat kan best wel vervelend zijn. Maar ja, we krijgen een defense boost. Dus ik weet niet of hij zijn vuisten nou gaat gebruiken. Nee, hij gaat nog een keer stampen. Oké. En hij doet helemaal geen damage dankzij onze critical. Goed, nu gaan we lol hebben. Want wij zijn krachtig. Wij zijn groot. Wij zijn sterk. En we hebben een power bounce. En zoals je dan ziet, hij wordt automatisch beëindigd. Dizzy Deal, jammer genoeg, hij zal ons niet helpen. Maar deze daarentegen, die kan ons wel helpen. Dus laten we de Voltsroom gebruiken. Ik weet dat ik 3 extra damage zou hadden kunnen doen met Koops. Maar voor nu, lekker belangrijk. Oké, gaat weer zijn aanval proberen. Hopelijk op Mario. Juist. Oké, we hebben wel de damage genomen, maar hij neemt zelf ook nog eens een keer extra damage. Wij doen nog een keer een power bounce, want dat deed lekker veel damage. En hij heeft nog maar 10 HP.
Heb je nog een item die ik kan gebruiken? Ja, we zouden de powerblock kunnen gaan gebruiken, maar laten we hem gewoon aanvallen. Oh, it ain't over yet! This is so awesome! Check out what else this guy can do! You're gonna love it! This might not work out too well for you. En daar heb je die punch aanval waar ik het over had. Oftewel, dan krijg je dus die twee dingen die dus aanvallen. Die dingen die kun je neerhalen door gewoon zelf erop te gaan springen. Maar wij hebben daar een ander trucje voor. Wij gebruiken Earth Rammer. En vergeet niet, Earth Rammer doet 6 damage en Koops doet 2 damage. Dus dit zou, als ik het goed doe, een battle moeten wezen. Dus laten we hopen dat ik het niet fout doe. Heel erg spannend als ik hier aan het concentreren ben eigenlijk, hè. Zo. Concentratie is real. Vooral die laatste die kan heel erg moeilijk zijn. Nou, dan denk je bij je eigen van, ja maar, dat zijn geen ground enemies. Maar als je het dus perfect doet, dan zijn die golven zo hoog dat je dus alles zal raken. This is not good. Can't last. Nou, het grappige is, we doen nog een shell toss en dan heb je geen HP meer. En we weten wat er gebeurt als je geen HP meer hebt. Plark! This could be the end. En we krijgen 30 starpoints. Jammer dat ik hier nou niet weer een leuke critical bij krijg. Maar ja, we hebben die critical eigenlijk al een beetje gehad. Dus ja. Oh, crud. Ouch! Burn! No! Magnus van Grabble! How could we lose? I'll remember this, losers! Hey, losers, me! Grode schieten weer eens vandoor! Lord Grump summons us! Retreat! Run away! Ow! We pulled it up, Mario. I can't believe it! Wow! Nou ja, even over robots. We weten een ander groepje van drie die nogal heel erg vaak de fout maakt om robots in te zetten. En dus... Hey, come on. This place can't go back to be the peaceful place I remember. Yay! Alright, dear Mario. Mario, sorry. You can have this emerald star. The crystal star that resides in this tree. You got a crystal star! And you learned special move Clock Out! End of chapter! Blijft awesome. This! And so, after pummeling Lord Crumb, Mario obtained the second crystal star! With the X-Nauts gone, peace once again prevailed throughout the Great Deku Tree! The Bugly Woods echoed with the puny songs of joy, but this may not be the last. The last our hero hears from the vile Ixnot's tissues. They will surely continue to stand in Mario's way and try to stop to his efforts. Wil je zeven? Nee. Nu gaan we naar onzin, want ja, elke chapter krijgen we onzin. Ik ben hier nog steeds geen fan van, sorry. Niet te veel over zeuren, maar ik ben er nog steeds geen fan van. Sorry. What? Say that again! You can't get in touch with Lord Crump! You are correct, sir. We're investigating now. We should hear any time. Sir Grotus, please allow me to enter! Yes, what is it? I have a report, sir. Crystal Star in the Bugly Woods has apparently been taken by Mario. What? You must be joking. What about Lord Crump and the Shadow Sirens? Sorry, sir. Unfortunately, Mario laid a beating on all of them. Disturbing. This Mario character, what kind of... Speak up, Ixnot! What is the status of these other Crystal Stars? I apologize, sir. We are still searching for the other Crystal Stars. Unsuccessfully, sir. We know of three of them. Hotel's Castle, Bugly Woods, the one we got in Rogueport. That means there are four Crystal Stars left out there. And we will have them!
Keep looking so that Mario won't beat us to the punch. Yes, sir. As I suspected, there's no reason to doubt that Mario has the map. He must. Listen up, you. I want you to keep a close watch on what Mario does from now on. Absolutely, sir. Mario, I loathe you. And now for something completely pointless. Oh, Mario, did you ever read the mail I sent you? I wonder so many things. I wonder how everyone is doing at the castle. Will I never dance at the mushroom ball again? What will become of me? Misschien moet ik weer gaan douchen. Misschien ook niet. Misschien ook wel. Misschien ook niet. Misschien ook wel. Nee, gelukkig is het niet meer verplicht om te gaan douchen, maar de deuren gaan automatisch een tijdje open. Oh, is this tax doing again? That silly computer always asking what about love and all that bullcrap. I really, really, really don't want to do this. Yep, it's that time again. Oh, en trouwens, op pauze drukken heeft geen nut. Heeft geen effect. Volgens mij had ik ergens een comment gelezen van wat gebeurt als je pauze drukt. Hello, Princess Peach. I'm glad you came. That mail I sent to Mario, did it reach him alright? Yes, I can confirm that Mario received the mail. Is that so? Well, good. So what do you want from me today? Is there more things you want to know of love? You expressed regret earlier that you would not be able to dance at the ball, correct? Oh god, wat is deze? Excuse me? Were you eavesdropping? I am sorry, Princess Peach. I've been ordered to keep surveillance on you. But it is odd when you said that I had an impulse to dance with you as well. How my CPU would produce this impulse is inexplicable. I must find out what caused it. Find out what caused it? There's no reason behind such a feeling, Tag. Wanting to do something together, it's a part of love. I knew it. But then again, you are, well, a computer. So that doesn't make any sense. Princess Peach, please dance with me. Oh, God. Wait just a moment, a minute, or something, I don't know. What am I supposed to do? You say you want to dance? It's just so bizarre. I mean, how in the world can I dance with you? You have no arms, or feet, or moves. Show me your moves. Would this be an acceptable dance substitute? Oh my goodness! Is that me? Did you create that? Oh, alright, I guess. I must say though, it's going to feel weird dancing with myself. Oh god, waarom bestaat... Waarom denken de developers dat dit... Jongens, voordat jullie comments gaan schrijven, ik voel me jullie mee. Dit is onzin. Goed, in ieder geval moet ik knopjes drukken. Er is muziek. Yay. En het maakt niet uit hoe goed dat je dit doet, hoe slecht dat je dit doet. Het maakt absoluut niks uit. Hoe fouter dat je het doet, hoe langer dat dit doorgaat, en daar heb ik absoluut geen zin in. Dus je moet op knopjes blijven drukken. De knopjes zullen zijn X, A en B. En ik drukte daar toevallig te laat op die knop, want de timing moet wel perfect zijn. Of ja, moet wel snel zijn dus. Zorg dat je snel op de knopjes drukt en dan doe je het goed doen en des te eerder zou het klaar zijn. En het is zinloos. Dit is zinloos. Dit is zinloos. Het liefst zou ik gewoon zeggen van jongens, ik ben terug in een seconde. Thank you, Princess Peach. That was very fun. Oh, wat was het toch lollig. Just a moment. Fun. Is this impulse I feel the concept known as fun? Tech, are you okay? Princess Peach, I will fulfill my promise to you. Please use my communicator. Use the keyboard to send whatever message you want. I'm finished, Egg. Could you send it? The message has been sent. Hoe? Jij bent Piet, jij doet me niet. Jij speelt vals. Please go back to your room. I want to analyze the data from this dance immediately. The data that I thought was fun. Je bent een computer. Sorry. Iemand is dat te gaan trekken. You're a weird computer!
No, you are mistaken. I am the world's best and only perfect computer. Yeah. Good night, Princess Peach. Je bent creepy, je bent eng, je bent pointless. Dus, na dat hele pointless gebeuren met Prinses Peach, laten we naar Comic Relief Bowser gaan. En oh boy, heb ik daar zin in, want Bowser-stukjes zijn altijd grappig. Ze zijn net zo pointless, maar ze zijn grappig. I'm pretty sure it's just up ahead here. Right as usual, Lord Bowser. We just got a word from Princess Peach was spotted in the town up ahead. Good! Yes, very good! Then I'm off! Those fools don't know what's coming! My lord, you're so super! Volgens mij was het op het einde van chapter 2? Yep! Ready to roll! Een oud klassiek Mario game momentje met Bowser. Goombas, vlammenwerpen erop. Mushrooms, wij gebruiken meat waardoor dat we groter worden. Het grappige is, we kunnen niet in warpipes, coins, het is allemaal pillig. En ja, we komen zelfs X nog tegen. Op het moment dat je dus nog een vleesstukje hebt, krijg je een super mushroom iets. Het is behoorlijk broken. Leuk. Weg met die vlagpol! Ik weet niet, het is pointless als het maar zijn kan, maar het is grappig. Mocht je nou falen en dus een death animatie krijgen, je hebt oneindige levens, dus je kunt het zo vaak doen als dat je wilt. Maar het is grappig. Oh hey, welcome to Peterburg and... Eek! Hide everybody! Hide! What a wuss! Yes! Hey, chickens! I have no need for any of you! What I do need, though, is Princess Peach! Now, where is she? Tell me this instant! Lord Bowser, over there! Bingo! Princess Peach! Man, that was easy! I found you, my princess! Hey, Bowser, the mighty Koopa King, offer you my greeting. No, no, none of that silent treatment. You're coming to my castle with me. Clearly she's so overcome with joy that she's been left speechless. The mind of a maiden is, well, rather complicated. I see. How refined, how elegant, awesome. I suppose I could live with a silent princess. It might even have its perks, you know. No. My life's treasure. I ran and died and give up my life-size peach poster. Booster! Oh my goodness me, didn't see that coming. Oh, great! Just great! Now I look like the huge mighty king of guys who talks to posters! En dat is het pauzestukje van deze chapter. Nogmaals! Ja, ze zijn zinloos! Nee, ze slaan ergens op! Die van Peaches had weg mogen blijven. Dit is gewoon Comic Relief. En ik hou van Comic Relief. Daar hadden jullie al door, denk ik zo. Dus. Maar goed, in ieder geval... Terug naar onze hero. Thank you, Mario, for everything you've done. We can go back to a peaceful way of life now. No, son. Now that we get right down to it, I'm kind of sad to see you go. I do love pointing in, so come by and by whenever you want to sit and chat a while. Yes, please come and back and visit. We'll watch for you. We'll work together from now on to prevent anything like that happening again. Thanks for showing us how to stick together, Mario. Good luck with the crystal stars. We'll come back and see you again, I'm pretty sure. But for now, we gotta go. See you, Mr. Mario. Doei. Nou, dan kunnen we dus rustig weglopen en zouden we dus weer richting de... 1000 jaar door moeten gaan. Maar in old-fashioned stijl doe ik dat natuurlijk in de volgende aflevering. Aangezien dat, ja, we hebben nou al die cutscenes gehad. We hebben een final boss gehad. We hebben een end
End of chapter moment gehad. Dus ik denk dat het wel een mooi punt is om eigenlijk hier de aflevering te sluiten. Maar eerst hebben we mail. Oh, oh man, incoming mail. Waarom klink jij denk? Oh man, incoming mail. Ik hou van de deuntje, nog steeds. Oké, ik open het mailtje maar gewoon. Anders duurt het zo lang. Dear Mario, I'm sure you're very concerned about me. Nee. But please know I'm fine. I'm actually more worried about you. The fiends who kidnapped me are searching desperately for the crystal stars. Wisten we al. I'll try to learn what I can about them. I'll email again if I uncover anything, okay? You must know I miss you. Lately I've dreamed about our days back in the castle. I hope we'll spend carefree days there again soon. Princess Peach. Pretty nice of Mario. Nee, het was eigenlijk pretty pointless. Ik ben nog steeds geen fan van haar. Maar goed, in ieder geval, ik denk dus dat ik het daarbij heb gelaten. Dus heb je een leukste momentje, laat dat natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Laat dan een like natuurlijk achter. Als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien. Ga weg. In de volgende video. Nou ja, ik wacht heel eventjes tot ik bij... Nou, ik sluit hem hier gewoon af. Dus ik heb, ja, tot ziens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie support. Jullie zijn awesome.